Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Rasgame. Vandaag gaan wij een hardcore free-for-all potje spelen op de map Nuketown. En wat natuurlijk hardcore voor game mode is, het is een game mode waar je gewoon letterlijk, maar ook echt letterlijk, in één kogel dood bent. Dus je moet super, maar ik echt super goed opletten en ook blijven opletten. En je moet gewoon 30 kills maken om een potje te winnen, want dat is free-for-all namelijk. Dus we gaan opletten. Oh, dat was een killsteal. Holy shit. Dat is dus een van die dingen die je dus niet wil hebben in free-for-all. Dat je kills worden genakt. Want elke kill die je tegenkomt, die wil je het liefst natuurlijk ook zelf maken. En als iemand dus je kills komt nakken, dan ben je daar niet heel erg blij mee. Komt hij naar boven, denk je? En jou hoorde ik naar boven komen. Shot. Ah, lucky best. Ik zat even in concentratiemodus hoor, maar dat had je... Wauw. Dat had je zelf ook wel door. Mensen die deze game mode spelen, die letten ook allemaal natuurlijk op. Want iedereen wil graag winnen. En de enige manier hoe je kan winnen, is natuurlijk als je super, super goed oplet. Dus... Wauw, jij lucky bastard. Ik had kinetic armor aan staan, dus ik dacht, nou ja, weet je, hij kan me toch niet raken. Want ik heb kinetic armor aan, weet je, dat is wel relaxed. Maar hij maakt een headshot, waardoor hij me dus alsnog gewoon had. En iedereen zit ook te spawntrappen, joh. Dat is niet normaal. Oh, lucky bastard. Ik ben de enige die er volgens mij kaart in rent hier, joh. Zagen we aankomen, vriend. Wat jullie kunnen, kan ik ook. Maar ik zweer het je, ze staan gewoon in die spawn stil. Want ze weten dat er toch alweer iemand naast hun gaat komen. En daardoor blijven ze natuurlijk gewoon stilstaan. Het is slim, maar het is wel weer een beetje noob. Net zoals ik nu doe. Stunt hij zichzelf, joh. Dat is nou net ook weer niet slim om te doen. Ah, lekkere kill, lekkere kill. We hebben er 18. Het is niet, het is geen makkelijk potje, hoor, eerlijk. Die zagen we ook aankomen. Kill ik twee keer elkaar dezelfde. Oh, lekker dan. Dankjewel, kinetic armor. Shit, joh, heeft die war machine. Lekker hoor, enemy. Dat moet je dus even niet doen. En er komt vier boven. Elke kant komen ze, het is niet te geloven, jongen. En hij zit hier onder, hè, zie je het? Die mensen zijn sneaky, hoor. Oh, ik moet reloaden! Nee! Oh shit, jongen. Oh, denk. Ah, daar nog een kinetic armor aan staan. Ah, goede kill. Echt overal komen ze vandaan, hè. Nou, ik weet niet wat je deed, Rushy, maar je bent dood. Zo. Hey, dit is niet normaal. We hebben nog wel het potje gewonnen. Maar het is zo niet gezond, hè. Iedereen zit te spawntrappen. Iedereen ziet goed op te letten. Iedereen, ja, die popt gewoon specialist en weet ik wat allemaal. Maar uiteindelijk hebben we nog een potje gewonnen. Eindscore kan altijd beter, maar in potje nummer 2 gaan we gewoon kijken of het beter kan. Dus op naar game. Hier gaan we nog een keer. Ik hoop dat dit potje ietsje beter gaat, dat we minder deaths droppen. Maar het is natuurlijk zo dat het echt gewoon moeilijk is, deze game mode. Op deze manier, want het chillen aan hardcore is dat je echt gewoon de spawn plekken eigenlijk goed uit je hoofd kan gaan leren. Want op een gegeven moment, als je dit vaker speelt, dan weet je gewoon precies waar ze gaan spawnen, precies waar ze vandaan komen. En die was heel scheef. En waar je ze goed kan killen. Maar iedereen in deze game mode weet dat ook. Dus je moet heel goed opletten, eigenlijk op het moment dat je spant, dat je niet gewoon meteen doodgaat. Want ja, dat is natuurlijk mega irritant. En je moet er ook op letten dat je niet misschiet. Want dat is ook wel een van die dingetjes. Misschieten heeft niemand iets aan. En als de enemy nou misschiet, is het chill voor jou. Maar als jij misschiet, dan ben je natuurlijk gewoon kaart de sjaak.
Dus dat wil je nou net... headshot! Wil je nou net niet hebben. Headshots zijn zo poep, hè. Thanks voor de gratis kill, bro. Heel veel wachten op mijn UAV. Oké, dan. Twee man hier. Zo, jongen. Ik weet niet wat die vent aan het doen was. Maar hij was volgens mij niet echt heel erg goed aan het opletten. Maar... we hadden hem uiteindelijk. Dus mij hoor je niet klaar. Oké, snel weg hier, want ze weten dat ik hier ben. Lekker bezig. Spant er sowieso eentje of daar, of daar. Ja! Oh my god! Oh, ik sprong van high ground. Shit! Als ik dat niet had gedaan, dan had ik hem gehad, hè. Wajo, jongen. Kut. Daar ging je kinetic arm, vriend. Altijd blijven opletten, jongen. Zie, dat is dus wat ik bedoel met het spansysteem. Die moet je dus uit je kop kennen, man. En in hardcore is dat nog belangrijker dan een normaal potje. Dus als je ooit het spansysteem uit je kop wil leren. Heel simpelweg. Hardcore free for all. Zoals je ziet. Vieze kill zijn het wel, hoor. Ik ken hem nog een keer. Ik heb wel mijn rave gehad, alleen ik heb al bijna het potje gewonnen, joh. Heb ik nog een UAV? Nee, die is voorbij. Oh, helaas. Zit jij hier te campen, vriend? Nee, hè? Oké. Hey, je weet maar natuurlijk nog maar nooit, hè? Oh. Kom dan. Kom dan. Thanks, jongen. Let's go. Boom. Ja, dit potje ging 20 malen beter dan het vorige potje, man. En dit is dus hoe het hoort, hè. Gewoon iemand killen, meteen kijken naar... in Nuketown dan als voorbeeld. Het tuintje. En meteen staat er weer een nieuwe. Kill je die. Loop je de andere kant op. Meteen staat er weer een nieuwe. En je moet gewoon die spamplekjes. Hoeveel zit er in Nuketown? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 spamplekken in Nuketown ongeveer. Als je huisjes mee rekent. 12, 13, denk ik. Het zijn denk ik 2 spawnplekken per huisje. Laten we zeggen, 15 spawnplekken zijn er in Nuketown. Als je al die punten uit je hoofd kent, dan kan je zo makkelijk zo'n potje winnen. En het eerste potje was wat moeilijker, want de enemies zaten precies hetzelfde doen als wat ik deed. En dit potje ging het gewoon keihard, keibies, kei lekker. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je hebt genoten, dan natuurlijk subscribe en like. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het support. En dan hoop ik ook weer tot de volgende keer. Bye bye.